De haas leeft in het open veld. Daar lijkt hij een gemakkelijke prooi voor roofdieren, maar de haas kan zich erg goed verstoppen. Bij gevaar ligt hij plat op de grond in het gras. Zijn schutkleuren maken hem bijna onzichtbaar. Maar hij blijft op zijn hoede. Dankzij de positie van zijn ogen is zijn blikveld 360 graden. Hij ziet dus alles wat voor hem, naast hem en zelfs achter hem gebeurt. Ook voelt hij elke trilling in de bodem. En met zijn supergevoelige neus ruikt hij ieder geurtje dat de wind meebrengt. Zijn enorme oren draaien de hele tijd naar alle kanten. Zo hoort hij echt alles. Als de haas eenmaal uit de startblokken komt, is er geen roofdier dat hem rennend bijhoudt. Het komt niet alleen door zijn snelheid, maar ook door de manier waarop hij rent. Hij zigzagt met scherpe hoeken en enorme sprongen. Hij springt het water in en zwemt behendig weg. Zo misleidt hij zijn achtervolgers. Zijn geurspoor houdt opeens op en voordat zijn achtervolgers snappen wat er aan de hand is, is de haas al lang gevlogen.